De politie heeft vanmorgen op diverse plekken controles uitgevoerd op naleving van de lockdownregels. De regels houden in dat niemand vandaag over straat mag, met uitzondering van de essentiële diensten. Die mogen zich wel op straat begeven met een dispensatiebrief. Het gros van de samenleving heeft zich wel gehouden aan de oproep van de regering om thuis te blijven. De weinige personen die in overtreding waren, hebben een boete gehad van de politie. In andere gevallen zijn zij overgebracht naar het politieopleidingscentrum om de rest van de lockdownperiode door te brengen. Reporter Sifra Goudland maakte het volgende verslag. Kijk eens, goeiedag. Wij staan nu aan de Van het Hogeruitstraat dicht bij GoTo, bij de rotonde, waar wij opstopping hebben gevolgd en merken nu van de politie dat er toch nog, ondanks de totale lockdown vandaag zaterdag 22 augustus, dat er zich toch nog mensen begeven op straat. Bepaalde van ze hebben de desbetreffende papieren om de politie te bewijzen waarom ze op straat zijn, maar anderen ook weer niet. Dus het hangt er even vanaf wat de politie nu zal doen en wat er gaat gebeuren. Deze meneer lijkt super boos te zijn. Toen wij aankwamen, wees hij ons dat hij van een securitybedrijf was, maar hij wil een beetje regeren met de agenten. Ik zeg dat het een probleem is. Ik heb een probleem. 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 Ik heb een lockdown. Maar als je naar de volken gaat, dan kan je niet op 1 kilo alleen naar een pakje boven alle dag. Ik heb een probleem. Oké. Lanti pratinjang. Fos a total lockdown. Lanti pratinjang. De prati pakket die dat maar voor je naar Oso. Maar dat is een code kring. Zuma je master voor zijn andere kring. No, taki mi mapa furoko, mi dry over yuri, no na meeting, mi go teki pe mi lip dangisma, futago na osobaka, fu mi go rus. No boro mi teki. And end of that no boro mi teki. Ma santra na so, fa boro sa mi teki, dati mi lek out na de amtenare, tatok dema no malaten tu tak mi go even arangu lagagja. Luku pe go to the lupe rangu de. Ma ome wagig ba de ma stop, sa de ma gibon, ma de wagigwe, sa de mi jaite. Niet zo mooi voor deze jongeman. Trouwens, er zijn regels. Kan niet anders. Dat waren dus indrukken van de situatie die zich vanmorgen voordeed aan de Van het Hogeruitstraat. Deze total lockdown heeft de regering ingesteld om de verspreiding van het COVID-19-virus in te dammen. Als blijkt dat mensen zich nog steeds onverantwoordelijk blijven gedragen, zullen de maatregelen verscherpt worden.